Meneer Eickhout, fijn dat u er bent. U bent Europarlementariër voor GroenLinks met klimaatbeleid en milieu in de portefeuille. Dat is best een lastige in deze tijd. Nederland liep ooit voorop qua duurzaamheid, maar ik geloof dat we inmiddels achteraan bungelen in Europa. Is de toekomst van onze planeet wel in goede handen bij politici? Nou, op dit moment niet, zou ik zeggen. Als ik gewoon kijk naar het politieke debat in Nederland, maar ook gewoon in Europa en in de wereld, dan zie je dat de politiek heel traag handelt, dat het gewoon heel stroef gaat en dat de compromissen waar we naartoe aan het zoeken zijn eigenlijk altijd te laat komen en te weinig leveren. Wat is de reden daarvan? Gaat het ze niet aan het hart? Uiteindelijk te weinig. Uiteindelijk is het echt toch te weinig dat politici echt de problemen willen zien. Misschien ligt het daar ook aan. Wat je gewoon ziet in internationale onderhandelingen, dan is het uiteindelijk toch meer een strijd tussen bijvoorbeeld Verenigde Staten en China, wie gewoon het grootst is en wie het sterkst is. En dan verdwijnt eigenlijk de hele klimaatproblematiek, verdwijnt gewoon. En daar hebben we het dan niet meer over. Nederland is ook niet zo ambitieus. Schaamt u zich niet een beetje als u in Brussel rondloopt dat u Nederland vertegenwoordigt? Nou, ik schaam me niet, maar ik denk wel dat het gewoon duidelijk wordt dat Nederland uiteindelijk een nogal fossiel land is. En ik denk dat we dat zelf als Nederland altijd een beetje onderschat hebben. Dat we ons altijd zagen als het beste jongetje van de klas. En dat klopt wel bij de problemen die we hebben opgelost. Hè? Luchtkwaliteit, waterkwaliteit, de wat klassiekere problemen, die zijn nog niet opgelost, maar ze zijn verbeterd. En daarin heeft Nederland echt wel met technologie veel kunnen doen. Maar we komen nu op problemen die verder gaan dan technologie, dan gaat het echt over consumptie, energiegebruik. Ja, dat raakt echt de kern van de economie. Ja, en dan blijkt Nederland ineens toch een redelijk conservatief fossiel land te zijn. En waar ligt dat aan? Verschillende zaken, denk ik. Ten eerste onze gasverslaving. Dat heeft ons gewoon echt in het hele energiedebat redelijk lui gemaakt. Dat komt uit de grond. Dat levert ons geld op. Dus het ministerie van Financiën is er blij mee. Daar hebben we een hele economie op gebouwd. Wij hebben alle huizen lopen op gas. Onze energievoorziening heeft ons daarin gewoon lui gemaakt. Dat verandert nu een beetje nu je ineens een discussie over aardbeving in Groningen krijgt. En ineens blijkt dat gas ook niet alleen maar voordelen te hebben. Maar dat is, vanaf de jaren 60 hebben we dat alleen maar als een voordeel gezien. Maar afgezien van gas, wat is nog meer? Ik denk onze handelsgeest, het is een spreekwoordelijke handelsgeest. Wat wij doen is eigenlijk vooral heel veel importeren en dan weer doorvoeren. Wij zijn de doorvoerhaven van Europa. En ja, de hele economie van Europa draait nog heel veel op fossiel. Dus wij importeren heel veel fossiel. Kijk naar de Rotterdamse haven, daar komt heel veel fossiel binnen, olie. En dan zie je een hele petrochemie omheen gebouwd. Denk aan Pernis. En daar is onze werkgelegenheid op gebouwd. Dus we hebben uiteindelijk zijn we echt heel erg vast komen te zitten in een fossiele economie. U zegt VNO-NCW de redding eigenlijk qua duurzaamheid moet komen juist uit het bedrijfsleven. Omdat daar de innovatiekracht zit. Bent u het daarmee eens? Er zit in principe innovatiekracht in het bedrijfsleven. Je moet een politicus niet gaan vragen hoe ze moeten innoveren. Maar ik geloof niet in dat het bedrijfsleven uit zichzelf gaat innoveren. Ze heeft geen voortrekkersrol. Uiteindelijk op innovatie wel, maar je zult als politiek ze echt moeten sturen. Je zal echt tegen het bedrijfsleven moeten zeggen wat jullie nu al jarenlang of decennia lang doen, dat gaat ophouden. Want anders blijven ze toch hangen in hun eigen methode van produceren. En dan gaan ze heus wel in innoveren en dan komen ze met verbeteringen. Maar het is een beetje wat fine-tunen in de marge. Maar echte revolutionaire nieuwe ideeën komen toch heel vaak van overheden die tegen het bedrijfsleven zeggen. En nu moet je een andere kant op. Je moet die kant op innoveren. En dan pas gaan bedrijven echt bewegen. Maar we hebben juist van verschillende kandidaten in deze serie gehoord dat de overheid die rol wat heeft laten vallen. Dat het bedrijfsleven hem noodgedwongen heeft overgenomen. Ja, dat is eigenlijk. We zitten in een hele interessante tijd wat dat betreft. De politiek heeft natuurlijk jarenlang gezegd terugtredende overheid. Het was een beetje het idee van industriepolitiek. Dat doen we niet meer. Dat zie je in heel Europa, maar eigenlijk ook in de Verenigde Staten. Industriepolitiek zouden we niet mogen doen. En vervolgens hebben er een aantal bedrijven gezegd, ja, dan moet het van ons komen. Maar dat is niet iedereen. En je ziet dus nu een verdeeld bedrijfsleven. Je ziet een aantal bedrijven die echt serieus, vind ik, aan het vergroenen zijn. Die je dus wat mij betreft echt serieus vergroeners mag noemen, kan noemen. Maar je hebt een hele hoop bedrijven die dat niet doen. Die blijven gewoon vastzitten in hun huidige methode van produceren. En dan komt toch weer die bal bij de politiek. Uiteindelijk zal de politiek ook die partijen die nu achterlopen, ja, die zal de politiek moeten gaan duwen. Maar dat moet uiteindelijk van de politiek gebeuren. Maar de politiek, dat met u in dit geval. Ja.
Maar ik heb nog geen meerderheid. Doet u het? Nee, en dan kom je natuurlijk bij het interessante dynamiek tussen industrie en politiek. Er zit een ongelofelijke lobby achter. En VNO-NCW is natuurlijk uiteindelijk een lobbyist die de belangen van haar achterban behartigt. En haar achterban is in grote mate nog wel een beetje de conservatieve deel die gewoon zegt van wij willen niet al te veel vernieuwen, want dat kost ons geld. Die hebben er belang bij om de status quo te hanteren. Ja, je kan je afvragen of we er belang bij hebben. Want uiteindelijk op de lange termijn denk ik dat een aantal bedrijven eigenlijk een beetje zichzelf benadelen door deze keuzes te maken. Dus soms overheerst het korte termijn belang. Kijk naar Shell. Shell is wel echt een bedrijf dat zegt wij blijven een olie- en gasbedrijf. Die kiezen eigenlijk heel bewust voor een fossiele route. En we weten allemaal vanuit een klimaatperspectief dat al dat fossiel wat nu in de grond zit, als we dat uit gaan stoten, dan krijgen we echt een probleem. Toch zegt Shell, wij blijven doorgaan op die fossiele route. Wat mij betreft zegt daarmee Shell eigenlijk dat zij voor een bedrijfsmodel kiezen wat over 20, 30 jaar eigenlijk weg moet. En daar kiest Shell voor. Dat is een keuze, maar dat is niet de keuze die ik als politicus zou toejuichen. Sterker nog, dan wordt dat een tegenstander in mijn politiek. En wat moet je dan doen? Wat stelt u bijvoorbeeld voor? Nou, voor mij is het eigenlijk een heel simpel iets. Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik zeggen dat je echt moet gaan kijken naar hoe wij op dit moment onze belastingen regelen. Iedereen zegt altijd, de vervuiler betaalt. Maar kijk alleen even naar energiebelastingen. U en ik betalen vele malen meer belastingen voor ons energiegebruik dan de grootgebruikers. Oftewel, hoe meer energie je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. Dat is niet logisch. Dat is totaal niet logisch en dat zit volledig in ons systeem. Dat moet dus omgekeerd worden. Maar ook vervuiling wordt helemaal niet betaald op dit moment. CO2, gewoon de uitstoot van CO2, wat dus grote klimaatgevolgen heeft, heeft bijna geen prijs. En toch zegt het bedrijfsleven, ja, dat moet niet een te hoge prijs worden, want dan schaadt het onze productie. Je kan ook zeggen, nee, maak het wel een hoge prijs, want dan heb je echt een prikkel om te investeren in innovatie. Want dan heb je namelijk de keuze, ga ik nog meer CO2 uitstoten, kost heel veel geld, of ga ik echt investeren in innovatie wat gewoon leidt tot minder uitstoot. Die keuze moet je gewoon met politiek sturen. Ik zou onze hele belastingssysteem omgooien, maar dan, en dat wordt belangrijk, dat zijn opbrengsten die wat mij betreft wel weer deels terug moeten naar het bedrijfsleven, maar dan dus sturend op innovatie. Dus ik zeg niet alleen maar dat ik de rekening wil verhogen, ik zeg juist ook wel die opbrengsten wil ik gaan inzetten voor hele gerichte innovatie. En dan komt dus toch industriepolitiek om de hoek kijken. Wat voor een innovatie wil je? En nogmaals, ik ga zelf niet aan de knoppen zitten van dit lijkt mij slimme innovatie, maar ik kan natuurlijk wel de richting aangeven. We hebben een fossiele economie gebouwd. En dan kun je denken van we gaan wachten totdat alle fossiele brandstoffen op zijn en dan komen we weg uit het fossiele tijdperk. Maar dat is een bekend gezegde, niet voor niets, het stenen tijdperk is ook niet opgehouden omdat de stenen op waren. Laten we dat ook niet doen met fossiel. Dus het fossiele tijdperk kun je beëindigen, maar dan moet je inderdaad daar echt op sturen als overheid. Dan moet je met beprijzing slim in zijn. Maar het zit ook in onze hoofden. Een mooi voorbeeld vind ik altijd bij windmolenparken. Daarvan zegt de politiek, dit moeten jullie helemaal zelf bekostigen. Dus als je een windmolenpark op zee zet, de aansluiting op het net moet helemaal bekostigd worden. Door wie? Door de bedrijven zelf. Ja. Dus een windmolenproducent, een exploitant moet voor alles betalen. Want we willen dat ze dat zelf doen. Maar ondertussen bij onze fossiele concurrenten, denk aan een steenkolencentrale, wordt de Eemshaven uitgediept. Omdat steenkolenschepen naar die steenkolencentrale moeten. Daarvoor zijn we dan een Eemshaven aan het uitdiepen en dat wordt wel door ons betaald. Fossiel wordt nu door het systeem, door onze regering eigenlijk bevoordeeld. Ja, en ook zou je dat om willen draaien? Ja, absoluut. Je moet echt gaan nadenken van waarom zijn we eigenlijk in ons hele systeem zijn we fossiel aan het bevoordelen. Soms echt letterlijk met subsidies, maar soms dus met scheve belastingen. En soms gewoon dat we het niet eens doorhebben, namelijk wat ik net aangaf, Eemshaven uitdiepen, vinden we logisch dat dat overheidsgeld is. Hoezo? Er zijn onlangs plannen van de Europese Commissie naar buiten gekomen voor 2030, klimaatbeleid en energiebeleid. Ja. Ja. Die hebt u nou niet zo positief betiteld. Een klap in het gezicht van de groene economie. Ja. Waarom zijn die zo slecht? Ze zijn vooral slecht omdat wat de commissie eigenlijk heeft gezegd is, we gaan als overheid nog meer ons terugtrekken. Waarin ik dus net een pleidooi deed voor, we hebben juist meer sturende overheid nodig en industriepolitiek.
zegt nu de Brussels, of is het voorstel van Brussel, de Europese Commissie, om te zeggen, we zetten eigenlijk alleen maar een klimaatdoel. En we laten vervolgens de markt het invullen. Dan laten we de markt maar kiezen hoe ze die CO2-reductie voor elkaar krijgen. En dat kan op heel veel manieren. Je kan naar kernenergie gaan, je kan naar duurzame energie gaan, je kan CO2 onder de grond gaan opslaan. Er zijn allerlei mogelijkheden die er zijn. Maar ik zeg dus, van als je dat doet, dan krijg je niet echt een verandering. Dan gaan dus alle partijen een beetje zoeken naar hoe ze hun huidige productiemethode net iets minder CO2 uitstoten, maar that's it. Terwijl wat je moet doen als politiek is zeggen, nee, onze energievoorziening moet gewoon in de toekomst gebaseerd zijn op duurzame energie en minder energie gebruiken, dus besparen. Heel principieel. Heel principieel, maar ook heel sturend. Een heel duidelijk signaal geven aan het bedrijfsleven. En als je dat doet, dan weet het bedrijfsleven wel welke kant ze op moeten gaan. En ze zullen dat niet altijd leuk vinden. En ze zullen misschien even tegenpruttelen. Maar uiteindelijk weten ze wel waar ze aan toe zijn. Wat is het effect van wat u doet? Bent u daar nog enigszins tevreden over? Nou, hoe ik het een beetje zie is, je moet gewoon het Europese beleid moet je zien als een olietanker. Dus, en daar kun je soms heel gefrustreerd over raken, want een olietanker raakt nooit zo heel snel van zijn koers af. En het is ook nog eens een olietanker, wat je misschien niet eens per se wil. Maar wat mijn rol is eigenlijk kleine schokken geven aan dat stuur, waarvan je weet dat die olietanker van koers verandert, wat misschien soms heel onzichtbaar is. En echt maar hele kleine stapjes lijken, maar je weet wel, over 10, 15 jaar kan het hele grote gevolgen hebben. Ja, dus de hele grote idealen, die zijn misschien gesneuveld? Nee, dat denk ik niet. Maar wat je gewoon wel moet hebben in Europese politiek is weten wat je idealen zijn. Dus altijd weten waar je naartoe wil. Je zou het liefst in een speedboot zitten en nu een andere kant op gaan. Dat weet je, dus je weet de richting. Maar realistisch genoeg zijn om te weten dat je niet die revolutie morgen krijgt. Dus mijn werk is continu aan dat einddoel werken. Dus je moet nooit je einddoel uit het oog verliezen. Dat is je idealisme. Maar je weet ook dat als je denkt morgen je eigen idealen bereikt te hebben, ja, dan moet je ook niet de politiek ingaan, want dan word je heel verdrietig. Frustreerd, ja. Politiek is altijd een beetje balanceren tussen idealen en compromissen die er gesloten moeten worden, realistisch zijn. Een voorbeeld daarvan is het energieakkoord, hebben we laatst gezien. Ja. Mieke Draaier van de SER, die was daar zeer trots op, tot het eindresultaat. Ja. Deelt u dat met hem? Nee. Nee, ik ben kritischer op het energieakkoord. Ik denk wat er goed is aan het energieakkoord is dat Nederland nu wel eindelijk stappen gaat zetten in duurzame energie en besparing. Precies die twee pijlers die ik heel belangrijk vind. Dus ik zie wel dat Nederland eigenlijk eindelijk gaat bewegen. Overigens puur om doelen die afgesproken zijn in Europa te halen. 14% in 2020 is gewoon een Europees doel. Dus in Nederland heeft in 2008 dat getekend. En vervolgens hebben we er niets aan gedaan. Dus eigenlijk hebben we gewoon heel veel jaren verspild. Dus het is fijn dat we nu eigenlijk die stappen zetten. Dus daarin hulde voor Wiebe Draaier. Maar het probleem is een beetje, het wordt een beetje een sprint tot 2020. Wat gaan we na 2020 doen? En dan moet je het gaan hebben over echt andere vormen van hoe we onze economie gaan sturen. En dan komen we dus op voorstellen van andere beprijzing, ander belastingstelsel, de vervuiler echt laten betalen. Al dat soort voorstellen zijn eruit gesloopt. Mocht niet, van het ministerie van Financiën wilde dat niet, VNO-NCW wilde dat niet. Dus alles wat eigenlijk na 2020 een effect zou moeten krijgen, zit er niet in. Dus het energieakkoord is goed tot 2020. Maar de horizon is te kort, die ligt er dichtbij. Ja, uiteindelijk wel, want heel veel. Denk even, je bent een investeerder in duurzame energie. En je krijgt dus nu te horen dat Nederland bijvoorbeeld windmolens op zee wil gaan doen. Maar welke investeerder gaat dat nu doen als je niet zeker weet wat er na 2020 gebeurt? Je wil een beetje zekerheid dat ook na 2020 het beleid doorgaat op wind op zee. Want anders doe je het niet. En dat zit eigenlijk in het energieakkoord, zit er geen enkele prikkel voor een lange termijn. En wat je nu ziet in gewoon de Nederlandse maatschappij en de Europese maatschappij is dat de echte verandergeluiden nog te klein zijn. En die worden steeds groter, met name lokaal, lokale energiecorporaties. Er gebeurt van alles, dus er is een tegenmacht, ontwikkelt zich. Maar er zit dus nog heel veel fossiel belang dat het tegenhoudt. Dus de crux wat mij betreft wordt op dat fossiele belang richten. Eigenlijk richt ons op VNO-NCW. En daarin zie je dat op dit moment de conservatieve partijen hebben nog steeds de hoofdstem van VNO-NCW.
Eigenlijk is VNO-NCW de stem van de langzaamste loper. In plaats van dat VNO-NCW de stem is van de koploper. Ja, dus hoe kun je dat dan veranderen? De kopgroep moet je verzwaren. Op het moment als er een aantal grote spelers ook in die kopgroep gaan lopen, dan wordt VNO-NCW op een gegeven moment uitgedaagd door die koplopers. Die gaan zeggen, ja, maar hou even, je praat niet meer namens ons. En wie zou die positie in kunnen nemen? Voor mij is de chemie sector de sleutel. Je zou nu al kunnen zeggen dat, ja, sorry dat ik heel bedrijfsnamen doe, maar ik ben hier niet een soort reclame aan het maken. Maar Philips Unilever noem ik al een beetje de kopgroep binnen VNO-NCW. Maar ze zijn op dit moment nog te dun om echt te gaan klagen tegen VNO-NCW en te zeggen van je spreekt niet meer namens ons. En dan heb je toch het systeem Old Boys Network, we willen niet al te openlijk elkaar afvallen. De crux zit bij de chemie sector. DSM en Akzo Nobel. Als die sector, als die bedrijven gaan zeggen, hey, wij willen ook echt duurzaam beleid gaan doen. Wij willen ook echt dat eigenlijk grondstoffen zwaarder beprijsd worden. Dat fossiel zwaarder beprijsd wordt, zodat wij ons echt gaan omschakelen van een fossiele economie naar die biobased economie. Als de chemie sector van Nederland die stap gaat zetten, dan gaat VNO-NCW ineens wel heel veel moeite krijgen om alleen nog maar, zeg maar, namens Shell en Tata Steel te spreken. Dan zullen ze echt gedwongen worden een progressiever geluid te laten horen. Dus voor mij zit de crux wel echt bij VNO-NCW en eigenlijk de kopgroep verzwaren. En dat betekent gewoon een aantal grotere bedrijven van Nederland die kopgroep induwen. En hoe zit het met de consumenten? Wat hebben die voor invloed? Die hebben natuurlijk een grote invloed op uiteindelijk op politiek. Maar ik denk wat nu nog veel belangrijker is, is wat je ziet, en dat zijn die lokale producenten. Hè. De consumenten worden steeds meer ook weer eigenlijk producent. En dat maakt het ook heel erg interessant. Deze hele nieuwe economie is ook een andere soort manier van produceren. Waarin vroeger ons fossiele model is centraal zaken produceren, met grondstoffen importeren, dan grote fabrieken produceren en afleveren. Dat is onze economie. Je ziet in die nieuwe economie dat eigenlijk de productie steeds meer in onze handen komt te liggen. Denk gewoon aan je eigen zonnepaneel op je dak. Heel simpel voorbeeld, maar het laat wel zien dat je op een gegeven moment gewoon je eigen eigenaar bent van je energie. Oftewel, waar multinationals, grote bedrijven, belang hebben bij schaarste die zij kunnen controleren, want dan hebben zij zeggenschap over de prijs, zie je nu dat in die nieuwe economie we eigenlijk lokaal zijn we overschotten aan het produceren. Oftewel, de macht van die multinationals wordt langzaam en zeker gebroken. En dat is het belang van nu, de grootste belang van de consument is eigenlijk dat lokaal productie verbeteren, meer en meer bouwen, zodat op een gegeven moment die grotere bedrijven doorhebben dat hun hele machtsstructuur onder gevaar komt. Dan moeten ze wel veranderen. En dan moeten ze wel veranderen. En ik weet ook zeker, dat is ook de vraag van hoe ziet de toekomst eruit, ik weet ook zeker dat is een trend die is onomkeerbaar. Het gaat gebeuren. Maar de grote vraag is, gaat dat snel genoeg om echt wel de grote problemen van de toekomst te vermijden? En dan heb je uiteindelijk toch politiek nodig. Uiteindelijk heb je die politiek nodig die moet gaan duwen, die achterblijvers nu ook gaat zeggen. En nu moet jij ook bewegen. Ja, dat wordt eigenlijk de belangrijkste uitdaging. Of politiek snel genoeg die stappen durft te zetten. Als je kijkt naar de toekomst, waar gaan we dan heen? 2050 het plaatje, zijn we dan echt duurzaam? Het kan nog steeds. We kunnen nog steeds naar volledig duurzaam in 2050. Het kan. Maar we moeten wel echt opschieten. En het wordt wel steeds duurder hoe langer wij wachten. En dat heeft een beetje te maken met de rol van Europa. Tijd werkt in ons nadeel. Dat betekent dat dan nu de grote vraag is, wie gaat als eerste zich innoveren in die nieuwe economie, die groene economie? Wie gaat eigenlijk een economie bouwen die niet zo afhankelijk is van die grondstoffen waar we wereldwijd om gaan vechten? Ik zie eigenlijk alleen maar Europa als Europa is het enige continent wat nu belang erbij heeft om daarin voorop te lopen. Maar wat ik zie gebeuren helaas in de internationale onderhandelingen is dat Europa een beetje aan het zeggen is, ja, we hebben nu heel lang voorop gelopen, nu zijn anderen aan de beurt. En we gaan een beetje naar elkaar kijken. Dus in plaats van dat we nu in een soort wedstrijd bezig zijn waarin iemand zegt, weet je wat, ik sprint weg, ik wil voorop lopen, gaan we nu een beetje naar elkaar kijken. Wie durft zijn nek uit te steken voor die nieuwe economie? Wie durft te zeggen, maakt me eigenlijk niet meer uit wat er internationaal gebeurt, maar ik ga sprinten. Ook als jullie dat niet doen, omdat ik inzie dat het gewoon heel veel oplevert. En wat mij betreft moet dat dus Europa doen, om die redenen die ik net aangaf. Hè, dat is van belang. Europa is degene die het moet doen.
Maar op dit moment merk ik juist bij Europa een soort moeheid van ja, we waren al koploper. Misschien is nu iemand anders aan de beurt. Dat is het stomste wat je kan doen. Ja, dus moet Nederland misschien gewoon zijn voortrekkersrol weer in gaan vullen? Ja, als u het mij vraagt en dat doet u, absoluut. Absoluut, maar om heel enige hoop? Nou, eigenlijk heb ik meer hoop in Europese voortrekkersrol dan Nederlandse voortrekkersrol. En ik zie dus Duitsland en Denemarken, zie ik dat eerder doen dan Nederland. Nou, dan nog even als laatste woord uit uw hart. Hoop voor de toekomst? Ja, ik heb uiteindelijk, en dat weet ik gewoon zeker, de duurzame economie, die groene economie, die gaat er komen. Onze fossiele verslaving zal uiteindelijk ophouden. We zullen naar een nieuwe economie gaan. Dat weet ik zeker. En ik zie ook heel veel veranderingen gaande overal in de samenleving waarop je weet van het is onomkeerbaar. Die partijen die het nu nog proberen tegen te houden, zij gaan verliezen. Dat weet ik zeker. Alleen is mijn opdracht in Brussel om ervoor te zorgen dat het wat sneller gaat. En dat het verlies voor de fossiele lobby sneller daar is dan het er zou zijn als ik er niet zou zijn.